Stichting Motief A heeft vanmorgen gratis motivatiesessies gehouden voor een aantal geselecteerde leerlingen op VOJ en VOS niveau. De stichting wil met haar project Motivation is the Key leerlingen die hun examenjaar niet hebben gehaald motiveren hun best blijven doen. Lilian Verrier, minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, heeft vandaag de eerste sessie geopend. De bewindsvrouwen zei tegen de leerlingen dat ondanks zij het niet gehaald hebben, zij van hun omgeving en thuis ondersteuning moeten blijven krijgen. Want die ondersteuning die je van huis uit krijgt is heel erg belangrijk. Hoe zit het met je vrienden? Sommigen hebben het gehaald en anderen niet. Hoe gaan jullie daarmee om? Maar het allerbelangrijkste is... Weet je eigenlijk al wat je wil worden? Je moet alleen goede ideeën hebben en het goed uitzetten. Dus, jullie zitten hier en jullie denken, het is helemaal geen verloren jaar. Het is een jaar van kansen. Het is een jaar van kansen. De bewindsvrouwen zegt verder dat de leerlingen het verloren jaar als een kans moeten zien. Volgens Verrier hebben zij nu de kans om na te denken over zaken die zij willen doen en nog willen doen. Echter moeten zij als afgewezen zijnde leerlingen niet de fout maken dat ze de stof al kennen, benadrukt de onderwijsminister. Want een jaar overdoen betekent niet dat je het beter gaat doen. Op jullie niveau is het vanaf dag 1 constant werken. Herhalen, veel voorbereiden. En weten wat je doet. En vragen stellen. Want die leerkrachten weten ook niet alles. Als jullie online gaan en je studeert, is soms meer dan die leerkracht. En confronteert daarmee. Dus, geen verloren jaar. Geniet van je vakantie. En ga nadenken over je toekomst. Jullie zijn jong. Je hebt de hele wereld nog voor je. Begin na te denken. Denk ook na over de hele wereld. Misschien wil je ergens anders naartoe. Begrijp je? Dus zie het als een jaar van kansen, opportunities. En ik wens jullie dan veel succes. Lilian Verrier, minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Zij opende vanmorgen de eerste van een aantal motivatiesessies, georganiseerd door Stichting Motief A. Deze organisatie heeft vandaag motivatiesessies gehouden voor leerlingen van het VOS en VOS onderwijs die het afgelopen examenjaar niet hebben gehaald. De sessie is gehouden in de congreszaal.